Gemeente van Jezus Christus, geliefde mensen van God. Is de kerk nu werkelijk anders dan de samenleving? Of is de kerk juist bedoeld als onderdeel van de samenleving? In andere woorden, moeten kerkleden of christenen nu echt anders zijn dan andere mensen, of juist niet? En is de kerk echt voor iedereen, of is de kerk uiteindelijk maar voor een bepaalde groep mensen? Nou, dat zijn zo eens wat vragen op de zondagochtend. Maar we kunnen ons troosten, want dit zijn niet de vragen van de laatste 10 jaar van de PKN of zo, maar van de laatste 2000 jaar. Hier was met name de apostel Paulus al mee bezig. En, hoewel Jezus zich nooit druk heeft hoeven maken om zoiets als de kerk, denk ik dat zijn optreden, zijn handelen, doen en laten wel degelijk aan deze vragen raakt. Zo ontmoette Paulus eigenlijk Jezus ook als een stem op weg naar Damascus die vroeg: waarom vervolg je mij? Dat was voor Paulus het bekeringsmoment. Nou, deze zondag is de 5e zondag van Epifanie, van openbaring, van verschijning. Dus we lezen verhalen over hoe Jezus bekend raakt in de wereld. Over wat hij dan zegt, wat hij dan doet en hoe. Laat ons daarom vanmorgen verdiepen in hoe zijn optreden de wereld eigenlijk heeft geopend. En we komen in een verhaal dat zich vanmorgen ook midden in de wereld afspeelt. Dat zien we heel concreet in dat ene zinnetje. Als Jezus bij Simons schoonmoeder is. Hij ging naar haar toe. Pakte haar hand en hielp haar overeind. Hoe hemels of hoe goddelijk Jezus ook mag zijn, hij houdt een mensenhand vast en helpt haar overeind. Zo concreet en zo voelbaar. Daar is eigenlijk niks zweverigs aan. Maar wat er dan gebeurt, ja, dat is toch wonderbaarlijk. Bijna niet van deze wereld. De koorts verlaat opeens de vrouw. En ze begint voor Jezus te zorgen. Hier maar een kleine emancipatoire pauze. Het lijkt wel alsof deze schoonmoeder alleen maar wordt genezen, zodat er tenminste iemand voor ze kan zorgen. Zo sterk zijn hier dat moment van genezing en dan meteen dat zorgen hier aan elkaar verbonden. Kan dat nou wel echt de bedoeling zijn? Het zal hier niet lukken om het vrouw zijn of het man zijn uit deze tekst weg te filteren. Zo tijdgebonden is het en ik weet ook niet of dat de bedoeling is. Maar belangrijker nu, daarin zit niet het evangelie vanmorgen. Het evangelie zit vanmorgen in de vraag hoe er gezorgd wordt voor de mensen die zorgen en die geven om niet. Wie zorgt er voor mensen die niet aan het handelen zijn om er zelf beter van te worden? Voor mensen die uit liefde handelen. Voor mensen die andere mensen willen bijstaan. Punt. Als een roeping dus. Niet vanwege een loon, maar gratis, zeg maar. En ja, dat vinden we allemaal nobel, toch? Dat is prachtig, maar wie zorgt er dan voor hen? Als ze in materiële zin eigenlijk niet voor zichzelf zorgen. Nou, in dit verhaal schuilt vanmorgen een heel plausibel antwoord. De mens die na de ontmoeting met Jezus genezen is en van haar koorts bevrijd is, die... De koorts verlaat haar, staat er, dus ze wordt niet langer bezet gehouden door die ziekte, maar wordt ervan bevrijd. Die zorgt
begint te zorgen voor Jezus en zijn leerlingen. Zorgzaamheid toont zich dus hier als een antwoord op iets dat je zelf eerst hebt ontvangen. Nou, in deze thematiek ligt ook de brug naar onze tweede lezing uit de brief van Paulus aan Korinthe. Want eigenlijk stelt Paulus dezelfde vraag. In mijn eigen woorden, wie zorgt er voor de mensen die hier op aarde iets van de hemel laten zien? En Paulus herinnert dus eerst maar zijn lezers eraan. U weet toch dat wie in de tempel dienst doen, daarvan leven. En wie het altaar dienen, een deel van het offervlees krijgen. Voor hen die het evangelie bekendmaken, geldt hetzelfde. De Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levenshoud mogen onderzien. Nou, dat lijkt allemaal heel fijn geregeld. Maar deze vraag van Paulus is eigenlijk een spiegel naast dit verhaal van de vrouw die, omdat ze genezen is, begint te zorgen. En maar een kritische vraag, want die zit altijd in mijn achterhoofd, maar die zit ook in onze samenleving. Ja, is dat niet dus allemaal gewoon ruilhandel? Dus Jezus geneest die vrouw, zodat zij weer voor hen kan zorgen. De priesters in de tempel, die doen de offers, zodat ze zelf ook te eten hebben. Wie het evangelie verkondigt, net als Paulus zelf, die mogen daar een vergoeding voor verwachten. De dominee preekt, omdat hij toch ook brood op de plank moet hebben. We helpen een ander, zodat zij ons ook zullen helpen. De Romeinen, do ut des, ik geef op dat gegeven zal worden. En het hoeft zelfs niet één op één, het hoeft echt niet direct terug. Maar als er nooit helemaal niks terugkomt, waarom zou je het dan blijven doen? Het is trouwens ook een kijk die veel mensen hebben op de kerk. Niet dat het klopt, maar het is toch een overheersende mening. Christenen die gaan natuurlijk naar de kerk, waarom zou je het anders doen? Omdat ze hopen in de hemel te komen. En ook in de kerk zelf komt deze vorm van wat je economisch denken zou kunnen noemen ook voor. Waarom zouden we ons als krimpende kerk blijven inspannen om nieuwe mensen te verwelkomen? Als ze zich toch niet actief aansluiten bij de kerk of bij de gemeenschap. En wat heb je aan leden als ze niks bijdragen? Al deze vragen rondom geven en ontvangen, we kennen ze allemaal. Het is de wet van de wereld, zou je kunnen zeggen. Het is echt niet zo dat er niks gegeven wordt. Er wordt heus gegeven als er maar terugkomt. Daar moest ik ooit aan denken toen in een ontwikkelingsland allemaal laptops uitgedeeld moesten worden. Want ja, pas dan kun je meedoen met het spel van vraag en aanbod en reclames natuurlijk. Het evangelie ontkent dit ook niet, dat er een balans moet zitten tussen geven en nemen. Maar het zet deze dynamiek in een ander hemels perspectief. En eigenlijk vooral heel simpel door er een ander begin aan te geven. Voordat je je afvraagt of het loont om te geven, besef dan eens dat er aan jou al gegeven is. Als het gaat om geven en ontvangen, dan hebben we al ontvangen. Als we ons afvragen of we moeten liefhebben, dan mogen we beginnen bij het zelf al geliefd te zijn. En als je dat door laat dringen, dan valt op dat op al die manieren van denken van vandaag, over geven en nemen en ontvangen, de wet van de wereld, zeg maar, dat die steeds uitgaat van een blanco standpunt, alsof er niks is. Je bent op een neutrale plek en dan moet je de keuze maken of je gaat geven of niet. Als ik dit doe, wat komt er dan voor terug? Maar in het evangelie is de winst eigenlijk al binnen. En dan begint de vraag wat je kunt, wilt of zult geven. En dat is een totaal nieuwe dynamiek. In precies dezelfde wereld, er is eigenlijk niks veranderd en toch is hij hierdoor een beetje anders geworden. Als het startpunt is dat we hebben ontvangen,
dan kan ons antwoord uit dankbaarheid zijn. Niet uit morele verplichting, niet uit strategische overwegingen. En de evangelist Johannes die zal het ongeveer zo zeggen: doordat God ons heeft lief gehad, kunnen wij lief hebben. De kerk die dit omdraait en die stelt dat God ons lief zal hebben als wij maar wel de juiste dingen doen, die vertelt eigenlijk weinig van de hemel, maar sluit naadloos aan bij de wetten van de wereld, bij de economische realiteit van vandaag. Bewijs eerst maar dat je het verdient. Iedereen snapt het, maar dat is niet het evangelie. De apostel Paulus, die nooit zelf een van die 12 leerlingen van Jezus was, maar die wel de 13e apostel genoemd wordt, die zegt het zo: wat is nu mijn loon? En dan vervolgt hij dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen en dus geen gebruik maak van de rechten die de verkondiging mij geeft. U hoort hem misschien nu voor het eerst, ik heb hem deze week wel 10 keer gelezen. Staat er nou dat zijn loon is dat hij geen gebruik maakt van de rechten die de verkondiging hem geeft? Dus zijn loon is dat hij iets niet doet, zeg maar. Nou, iedere realist zal zeggen: nou, zeg dan gewoon dat je gewoon niks verdient. Zijn loon is letterlijk nul. En toch ziet Paulus, en hij beschrijft dat ook, als een vrijheid ten opzichte van de wetten van zijn tijd. Hij ziet en erkent namelijk die wetten van de wereld volop. Sterker nog, hij was zelf een strikte bewaker van de Joodse wetten, totdat hij een stem van Jezus hoorde. En die wet is niet onredelijk. Wie geestelijk werk en voor mijn part wie überhaupt werk verzet, heeft recht op loon. Wie geeft, die mag ontvangen. Daar zal vandaag het ook niemand over oneens zijn. Maar Paulus wil zichzelf niet direct onder die wetten plaatsen. Het is niet dat hij het ermee oneens is, dat het een foute wet is. Hij protesteert er ook niet tegen. Zo is het nu eenmaal. Hij weet zich alleen als geroepene van Jezus tegelijkertijd ook onder een andere, meer opene of vooral paradoxalere wet geplaatst. Er is hem iets overkomen, hij heeft iets ontvangen dat hem op een nieuwe manier in dezezelfde wereld heeft geplaatst. Naast de wetten van de wereld wil Paulus zich primair ook onder de wet van de hemel stellen. En de uitwerking die dat heeft, die beschrijft hij zo: vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf geworden van iedereen, om zoveel mogelijk mensen te winnen. En hij werkt dat verder uit aan de hand van 2 grote wetstradities waar hij als mens van zijn tijd deel van uitmaakt. De Joodse en de Grieks-Romeinse, of ook wel heidense genoemd. Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, de Grieken, Romeinen zeg maar, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. En voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Dit is wat het evangelie ook vandaag voor ons kan betekenen. Wanneer het ons lukt om tenminste de dankbaarheid ervoor te voelen en de kracht ervan. We hebben een vrijheid gekregen. Ook in dit jaar 2024, ook in deze plek hier in Den Haag, om ons te verbinden met wie dan ook. Om zelfs mee te doen met zijn of haar gebruiken en gewoonten.
In het vertrouwen dat we daarmee nooit buiten de wet van Christus zullen vallen. Zo schetst Paulus al hoe hij te gast kan zijn bij allerlei mensen. Hoe hij verbinding kan maken en voor iedereen wel iets kan worden. Om daarmee tegelijk iets van het goede nieuws door te geven. Niet als ruilhandel, maar heel essentieel. Zo kan het christendom dus nooit een traditie zijn die in stelling wordt gebracht tegen andere tradities. En dat is belangrijk te beseffen in een tijd waarin sommigen pleiten voor het christendom als een soort bescherming tegen andere culturen en religies. Ja, het evangelie biedt inderdaad een soort vrijheid. En het biedt in die zin ook een bescherming als een vertrouwensgrond. Maar dat doet ze juist door die traditie te zijn, waardoor we ons zonder vrees, vrees voor God, vrees voor het vallen buiten de wet, waardoor we ons in verbinding kunnen stellen met wie dan ook. We kunnen en mogen ons zelfs vrijwillig voegen onder de wetten van anderen, als we ons uiteindelijk onder de wet van Christus weten. Een wet van liefde. Een wet die niet begint met een tekort, maar met een tegoed. Een wet van belangeloos geven in het vertrouwen dat er voor ons gezorgd zal worden. Waarom? Omdat er al voor ons gezorgd is. En ja, grote kans dat de wereld dit zal zien, of zal zien dat dit verdacht lijkt op met alle winden meewaaien, of op geen ruggengraat hebben, of geen stelling durven nemen, of niet durven zeggen waar het op staat. Zo kun je prima reageren op wat Paulus hier beschrijft en wat hij zegt. Maar Paulus met Petrus is toch de grondlegger van het christendom. Hij zegt het over zichzelf: ik ben voor iedereen wel iets geworden. Is dat nou een kracht? Of zien we het als zwakte? Christen zijn biedt geen escape van waar je elke dag tot over je oren in zit. Maar het mag ons herinneren aan een beginpunt. We leven vanuit genade. God gaat ons voor. De toekomst is groter dan wij denken, groter dan wij kunnen overzien. Het evangelie haalt ons niet weg bij onze dagelijkse verplichtingen, bij onze vreugde of juist de zorgen over wat er komt. Maar het stelt ons en de dingen in een ander hemels licht, waardoor wij als mensen onszelf in vrijheid kunnen en mogen verbinden met de wereld waarin we leven, in goede en in kwade dagen verbonden. In het vertrouwen dat er daardoor ook voor anderen een nieuw licht kan schijnen. En wij voor iedereen wel iets zullen kunnen zijn. Amen.